Zoals jullie ondertussen weten, is H5P software die je in een online omgeving moet installeren. Bij Tolnet, bij Klassement, hebben wij dat al voor jou gedaan. Toegang krijgen tot de omgeving kan via Tolnet en via Klassement. Ga via Deelsites naar onze deelsite Tolnet. Klik daar op H5P. Bovenaan de pagina zie je een korte omschrijving. Onderaan de pagina zie je de bijhorende leermiddelen. De opname van deze webinar zal ook tussen die leermiddelen verschijnen. De knop bovenaan wijst je de weg naar Tolnet, naar de omgeving waar we de oefeningen zullen maken. Klik dus op Maak oefeningen met H5P. We hebben ervoor gezorgd dat je geen extra inloggegevens hoeft te onthouden. Als je een Klassement-account hebt, dan kan je probleemloos aanmelden. Je moet de eerste keer wel toestemming geven om je naam en e-mailadres door te geven. Nu landen we in de omgeving waar je alle H5P-oefeningen ziet die ooit gemaakt zijn op onze server. Ik weet het, er staat hier heel veel afleiding op de pagina, maar we hebben eigenlijk maar een paar dingen nodig. Links is ons navigatiemenu. We zijn nu bij All H5P Content, want dat staat in het vet. Daaronder zie je Add New. Daar maak je de nieuwe oefeningen aan. En daar gaan we dus op klikken. We zien nu de editor waar we in gaan werken. In het midden, centraal, zien we de H5P Hub, waar we eerst moeten selecteren wat voor oefeningen we gaan maken. Je ziet dat je de keuze hebt tussen 44 oefentypes bij H5P, maar wij houden het vandaag op draaikaartjes, dialogue cards. Je hebt de keuze tussen die dialogue cards en flashcards. Dat vraagt toch even om wat uitleg. Dialogue cards zijn het meest geschikt om snel te memoriseren, omdat je ze mondeling gebruikt. Flashcards werken gelijkaardig, maar daar moet de lerende telkens een antwoord intypen. Dus dat gaat wat trager. Ik klik Dialogue Cards en ik kan van start gaan. Nu zie je de editor van H5P. Ik geef even een overzicht voor we erin duiken. Eerst zal je een titel moeten ingeven voor de oefening. Dat is de titel die je gaat zien in het overzicht achteraf. Daarna ga je de opdracht ingeven en de eigenlijke draaikaartjes maken, één voor één. En wanneer dat je daar klaar mee bent, dan is het best om even te bewaren. Vervolgens kan je nog enkele gedragsinstellingen bepalen en de vertalingen op punt zetten als dat nodig is voor jou. Helemaal aan het einde ga je je oefening delen natuurlijk met je leerlingen en op Klassement. Oké, terug naar de site nu. Dus ik geef hier nu eerst mijn titel in. Die moet heel beschrijvend zijn, want deze titel verschijnt op de overzichtspagina. Als je achteraf je oefening wilt terugvinden, dan zal het op basis van de woorden uit deze titel zijn. De heading is de opdracht die verschijnt boven de draaikaartjes. Hou die titel zo kort mogelijk. Bij Mode kies je of je leerlingen één keer door de draaikaartjes gaan, of ze in verschillende rondes de kaartjes terugzien tot ze ze kennen. Ik kies dus voor die modus, Repetition. Beschrijving taak is een ondertitel, die kan je gewoonweg leeglaten. Bij dialogen ga je de eigenlijke kaartjes toevoegen. Het eerste kaartje staat al klaar. Bij tekst typ je wat er op de voorkant moet. Bij antwoord gaat wat op de achterzijde hoort. Je kan ook een afbeelding toevoegen. Klik op Toevoegen om een afbeelding van je computer te kiezen. Let op, gebruik enkel afbeeldingen die je mag gebruiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de oefeningen die je aanmaakt en eventuele bijhorende boetes als een fotograaf opmerkt dat jij zijn foto's of haar foto's zonder toestemming gebruikt. Daarom hebben wij een grote voorkeur voor Pixabay. Dat is een bron van gratis foto's. Je kan zoeken naar bijvoorbeeld aardbei, gewoon in het Nederlands. Vervolgens krijg je tal van foto's. Die mag je gratis downloaden en je ziet dat er geen attributie of een verwijzing en vernoeming van de fotograaf nodig is. Ik ga mijn foto van de aardbei nu toevoegen en ik geef ook een alternatieve tekst in voor de afbeelding. Dat is handig voor wanneer de foto om een of andere reden niet geladen kan worden.
Let op, de afbeeldingen zijn altijd op de voor- en op de achterkant gelijk. Ook audiobestanden toevoegen is mogelijk, maar dat zou ons voor vandaag wat te ver leiden. Je kan nog tips toevoegen aan de voor- en de achterkant, mocht dat interessant zijn, maar in dit geval sla ik dat over. Om een tweede kaartje te kunnen toevoegen, klik ik op Voeg dialoog toe en herhaal ik alle stappen voor elk kaartje. Zo, ik ben klaar met mijn 10 kaartjes. Nu is een goed moment om voor de eerste keer op Create te drukken. Dat maakt de kaartenset aan en bewaart hem. Je weet immers maar nooit. We zien nu ook voor het eerst het resultaat van ons werk. Maar zoals je onderaan ziet, staan de knoppen van de oefening nu nog in het Engels. Dat gaan we aanpassen. Klik op de Edit-knop om je oefening te wijzigen. Het gekende scherm van zo net verschijnt opnieuw en we gaan er nog eens helemaal door. Laat de Display Options gewoon staan zoals ze staan, als je wil dat anderen je materiaal kunnen hergebruiken. En dat moedigen we natuurlijk aan, alleen zo kan iemand anders ook de oefening downloaden en bewerken. Alle oefeningen staan sowieso zichtbaar voor iedereen die onze H5P-installatie gebruikt. Tags toevoegen heeft op zich weinig zin, nu de zoekrobot zoekt er nog niet door. We scrollen nu verder naar gedragsinstellingen. Ik schakel opnieuw proberen in en tekst passend maken aan kaart laat ik ook aangevinkt. Maximum proficiency level zet ik op 4. Dat betekent dat de leerlingen een kaartje 3 keer na elkaar juist moeten hebben voor het als geleerd wordt beschouwd. Allow quick progression zet je beter uit. Als je dat aanzet, kunnen leerlingen verder gaan zonder zichzelf te moeten controleren. Tot slot kan je bij tekstoverschrijvingen en vertalingen de feedback die leerlingen krijgen aanpassen. Je zal merken dat veel feedback al vertaald is in het Nederlands. Maar sommige zinnetjes zitten nog niet in de officiële vertaling. Die kan je zelf aanpassen. Vervang gewoon de Engelse woorden door een Nederlandse variant. De woordjes met een ad voor, zoals at around, worden vervangen door het getal in de eigenlijke oefening. Die laat je dus gewoon staan. Dit is een vervelend werkje, maar eens de vertaling van H5P geüpdate is naar het Nederlands, zal alles netjes in het Nederlands staan. En als je vertrekt van een bestaande oefening die je bewerkt, dan hoef je al die vertalingen niet telkens opnieuw te doen. Oké, je oefening is nu tot in het kleinste detail klaar. Ik klik bovenaan op bijwerken om de oefening opnieuw te bewaren. Nu is ze helemaal klaar en kan je ze delen met je leerlingen. Dat kan op 3 manieren. Scroll helemaal naar beneden en dan zie je dat je ze kan delen via de link, via een QR-code, klik met de rechtermuisknop om de code te kopiëren en die in een document te plakken om te printen, of je kan de oefening ook embedden in een website of in een leeromgeving. We zijn nu helemaal klaar. Nu, om de volgende keer dat we een oefening aanmaken, niet al dezelfde instellingen opnieuw te moeten ingeven, kunnen we vertrekken van een schabloon. Je weet al hoe je een H5P-oefening kan downloaden naar je computer. Wel, ik maakte een oefening met 1 kaartje, maar dan wel met de gedragsinstellingen en de vertalingen al exact zoals ik ze wil. Nu start ik dus opnieuw bij Add New, maar ik kies bovenaan voor Uploaden in plaats van Creëer Content. Het bestand kiezen op mijn computer en klik nu op Gebruik. Nu kan ik alles invullen en hoef ik me geen zorgen te maken over vertalingen en gedragsinstellingen. Gewoon nog de kaartjes toevoegen. Zo, dat lijken nu misschien wel veel stappen, maar je zal merken dat eens je de interface onder de knie hebt, dat het een fluitje van een cent is om een set draaikaartjes te maken.